Ja, natuurlijk is het doelpunt mooi meegenomen. Maar ja, het was eigenlijk een bal op Jackie. Ik denk dat zij een goede loopactie maakte. Maar zij werd uiteindelijk vastgehouden en ze raakte hem volgens mij niet meer aan. Dus ja. Het was wel moeizaam, hè? Ja, het was heel moeizaam. Maar dat weet je van tevoren. Je bent nu favoriet in dit soort wedstrijden. Noorwegen stond als niet met 8, dan stonden ze wel met 11 voor het doel. En ja, je weet dat het gewoon een stugge ploeg is met genoeg kwaliteit. En dan ben je heel blij dat je uiteindelijk vandaag wint. Het was voor de Oranje Vrouwen weer de eerste keer dat ze een officiële wedstrijd speelden na de knotsgekke zomer waarin ze Europees kampioen werden. Maar de bondscoach merkte weinig van de druk op het team. De lat is weer omhoog gegaan. Dat willen we ook, want we willen bij de wereldtop horen. En daarnaast zijn we het te kloppen team nu, want we zijn Europees kampioen. Dus nou, volgens mij was iedereen vrij in het voetballen. En hadden we met een hele stugge, moeilijke tegenstander te maken, wat ook gewoon top is. We hadden eerder een doelpunt kunnen maken. Uiteindelijk maken we hem in de allerlaatste minuut. En dan heb je ook een overwinning. Dus ik ben over het hele team tevreden, maar zeker ook over Vivian Miedema. Miedema verruilde na 3 seizoenen Bayern München voor Arsenal. De competitie in Engeland is pas 3 wedstrijden onderweg, maar Miedema had na het EK te kampen met een liesblessure, waardoor ze pas 1 wedstrijd volledig speelde. Nou, ik heb gewoon nog even tijd nodig en ja, we zien wel hoe het uit gaat pakken. Voor mij is het gewoon een kwestie nu van fit blijven en op naar de volgende periode. We zijn in Groningen, in het noorden van het land. Mensen hebben jullie hier weinig gezien nog. Hoe voelde Groningen? Goed, supermooi stadion, hartstikke mooi veld, we zijn hartstikke mooi ontvangen en het publiek hier was ook weer geweldig, dus we hebben genoten en bedankt alle fans.